Vandaag een antwoord op de vraag van Erik. Bij Erik is een aantal jaar geleden is ontdekt dat hij met diabetes kampt. Dat wil zeggen dat zijn alvleesklier niet zo goed in staat meer is, zoals zou moeten, om te reageren op schommelingen in zijn bloedsuikerspiegel. Dus schommelingen in het gehalte glucose in zijn bloedbaan. Met de afgifte van hormonen, zoals het hormoon insuline, die afgegeven moet worden zodra het gehalte aan glucose in je bloedbaan stijgt. Om de glucose die dan overmatig aanwezig is in je bloedbaan, om die in jouw cellen op te laten nemen. Hiertoe is zijn lichaam niet goed meer in staat. Is een aantal jaar geleden ontdekt en het wordt diabetes genoemd. En als gevolg daarvan, van deze ontdekking dat Erik diabetes heeft, heeft hij medicatie voorgeschreven gekregen. Na een aantal jaar geleden, vlak na de diagnose, was dat medicatie in pilvorm. Deze is Erik toen gaan gebruiken, maar had niet voldoende effect. Zijn bloedsuikerwaardes bleven te hoog. En nu is onlangs is besloten door zijn arts dat hij maar insuline moet gaan spuiten. Dat hormoon wat zijn alvleesklier niet zo goed meer afgeeft. Dat zelf in zijn lijf te spuiten in de hoop dat, het spuiten van dat hormoon zelf zijn bloedsuikerwaardes binnen de perken zou kunnen houden. Erik is dit sindsdien en nu dus een tijdje aan het doen. En wat merkt Erik, zonder dat hij anders is gaan eten of iets dergelijks, of minder actief is geworden of iets dergelijks, hij merkt dat sinds hij insuline spuit, zijn lichaamsvetgehalte opeens toeneemt. Eerder had hij helemaal geen overtollig vet of iets dergelijks. Maar nu begint zijn lichaamsvetgehalte flink te groeien. Sindsdien, dus de vraag van Erik is, hoe kan het dat je lichaamsvetmassa groeit op het moment dat je meer bent gaan eten of minder actief bent geworden? Dat kan ik nog wel begrijpen, maar dat is het niet het geval. Hoe kan het dat mijn lichaamsvetgehalte sinds het spuiten van insuline is gestegen en nog steeds aan het stijgen is? Nou, Erik, je lichaamsvetgehalte zal stijgen, dat weten we, wanneer onze voeding bijvoorbeeld regelmatig een calorieoverschot, een overschot in calorieleverende voedingsstoffen levert. Nou ja, dat is niet meer dan eerder in jouw geval. Dus jij snapt niet waarom opeens jouw lichaamsvetgehalte groeit. Nou, dat komt omdat je lichaamsvetgehalte niet alleen maar groeit wanneer jij regelmatig een calorieoverschot veroorzaakt, maar ook zal groeien wanneer regelmatig vetten gevormd worden door jouw lichaam zelf, middels een proces genaamd lipogenese. Dit proces, lipogenese, net als alle andere processen, wordt gestimuleerd door een hormoon. Welk hormoon is dat? Insuline. Dus dat wil zeggen dat normaal gesproken bij iemand zonder diabetes, wanneer er veel reden is voor de alvleesklier om insuline af te geven in diens lijf, dan zou ook regelmatig lipogenese in diens lijf, dus de vorming van vet door je lijf zelf gestimuleerd worden en kan je lichaamsvetgehalte als gevolg daarvan groeien. En bij jou, Erik, betekent dat, ja, jouw alvleesklier doet dat niet al te veel, maar je moet inmiddels zelf insuline spuiten. Dus dat betekent in jouw geval dat naarmate jij vaker en meer insuline spuit, vaker en meer het proces lipogenese gestimuleerd zou worden in je lijf onder invloed van dit hormoon wat jij dus zelf in jouw lijf spuit. En dat als gevolg daarvan, wanneer jij behoorlijk regelmatig en behoorlijk veel moet spuiten, jouw lichaamsvetgehalte als gevolg daarvan kan groeien. Wat is van invloed op de mate en hoeveelheid jij moet spuiten? Dat is de hoogte van je bloedsuikerspiegel. Jij moet je bloedsuikerspiegel moet jij meten en naar aanleiding daarvan, van hetgeen jij meet,
moet jij een bepaalde hoeveelheid insuline spuiten. En jij hoorde dus net van, ja, als dat dus een hoog gehalte is en het is vaak een hoog gehalte, ja, dan zul jij vaak en veel moeten spuiten. En dan kan jouw lichaamsvetgehalte nogal makkelijk toenemen, omdat dan ook, als jij vaak en veel moet spuiten, vaak en veel het proces lipogenese door dit hormoon gestimuleerd wordt. Wanneer zal jouw bloedsuikerspiegel regelmatig hoog zijn? Dat is, zo leren we, zo weten we, wanneer jij regelmatig koolhydraatrijk eet. Omdat koolhydraten in jouw spijsverteringskanaal opgesplitst worden tot moleculen glucose onder andere. Dat is dus dat molecuul wat van invloed is op de hoogte van je bloedsuikerspiegel. Glucose, het gehalte aan glucose in jouw bloedbaan bepaalt jouw bloedsuikerspiegel. Maar dan is het niet zo dat jij meteen vanzelfsprekend heel wat minder insuline hoeft te spuiten wanneer jij weinig koolhydraten, dus weinig glucosehoudende voeding, zou consumeren. Omdat de gevoeligheid van jouw cellen voor insuline ook bepaalt hoe hoog jouw bloedsuikerspiegel is. Wanneer jouw cellen namelijk niet zo heel erg gevoelig zijn, ongevoelig zijn voor het hormoon insuline, voor het signaal van dit hormoon en daar niet goed op reageren, ja, dan kun je insuline spuiten wat je wil, maar zal het glucosegehalte in je bloedbaan niet al te snel dalen. Zullen jouw cellen die glucose niet al te snel opnemen. Dus wat is van invloed op de mate en hoeveelheid welke je moet spuiten? Het gehalte aan koolhydraten in je voeding, maar ook de aanwezigheid van stoffen, zogenaamde essentiële voedingsstoffen, die nodig zijn in jouw lijf om een redelijke insulinegevoeligheid van jouw cellen te kunnen behouden. Om jouw cellen te voorzien in die stoffen die maken dat zij kunnen reageren op het signaal van het hormoon insuline. En dat na spuiten van insuline jouw glucosegehalte ook wel naar behoren kan dalen. Essentiële voedingsstoffen, dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van amino's. En 2 specifieke varianten van vetzuren. Dus op het moment dat jouw voeding met regelmaat koolhydraten bevat en tekorten in deze stoffen bezit, dan zou jij dus vaak en veel insuline moeten spuiten, maar zijn jouw cellen niet heel erg gevoelig voor insuline en zal als gevolg daarvan je glucosegehalte niet naar behoren dalen, waardoor je ook steeds vaker en veel insuline moet blijven spuiten. Daardoor. Kan jij van invloed zijn ook op de mate dat jouw vetmassa groeit, de mate dat lipogenese gestimuleerd wordt, door te letten op je koolhydraatinname, maar daartegenover je voeding ook te optimaliseren in essentiële voedingsstoffen. Kunnen wij begrijpen dat jouw lichaamsvetmassa is gestegen? Want is jouw voeding misschien rijk in koolhydraten en arm in essentiële stoffen? Ja, jouw voeding vertoont wat tekorten in essentiële voedingsstoffen. Stoffen die dus nodig zijn in jouw lijf om jouw cellen voldoende insulinegevoelig te kunnen houden. Jouw cellen in staat te stellen te kunnen reageren op het signaal van het hormoon insuline. En jouw eetpatroon staat niet bol van suiker in de zin van suiker. Rijke voeding, maar staat wel bol van zetmeelhoudende voeding. Graanproducten. Ja, en zetmeel, wat is dat? Dat is een keten van glucosemoleculen. Dus jouw voeding is wel behoorlijk koolhydraatrijk. Wat betekent, Erik, dat door jouw koolhydraatrijke voeding, welke wat tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen, jij best vaak en veel insuline moet spuiten. Jouw lichaam vervolgens niet opperbest kan reageren op het signaal van het hormoon. Dus jouw bloedsuikerspiegel ook niet opperbest meteen zoals ze moeten kan gaan dalen. En dat doordat jij dus dan zo vaak en zo regelmatig best wel wat insuline moet spuiten, regelmatig ook lipogenese gestimuleerd. Wordt in jouw lijf de vorming van vet en jouw lichaamsvetgehalte sindsdien is gegroeid.